Hij maakt zich druk over onrecht, is wat ongeduldig en schuwt het niet om de aanval te kiezen. PvdA-raadslid Arnold Rijmakers. Uit onderzoek van Studio 040 blijkt dat hij de interruptiekoning van de Eindhovense politiek mag worden genoemd. Hij mengde zich het afgelopen jaar het vaakst in het debat. 99 keer greep hij tijdens raadsvergaderingen naar de interruptiemicrofoon. Ik kan me heel erg druk maken over onrecht wat mensen aangedaan wordt. Soms is het klein onrecht, hè? En soms is het groter onrecht. En dat proberen we als Partij van de Arbeid iets aan te doen. En dat ik dan soms bij sommige dossiers het woord mag voeren of dingen oppik. Dan neem bijvoorbeeld de verlaatjes rondom de straat Om Zeind. Dat was eigenlijk maar een klein ding, maar voor de omwonenden heel belangrijk. En die waren gewoon niet gehoord. Ja, dan vind ik het belangrijk om als Partij van de Arbeid raadslid daar iets van te zeggen. Ondernemer is hij en vaak op pad om te horen wat er speelt. Zoals hier bij de bibliotheek. Hij weet dat hij zich vaak laat gelden, maar dat moet ook, vindt hij. Ja, de essentie is natuurlijk wel dat we eigenlijk, in ieder geval gedeeltelijk, meer middelen willen om ook weer de wijk in te gaan en laaggeletterdheid aan te pakken met de bibliotheek. Ja, tenminste, dat zou dan voor mij als raadslid een belangrijke beweegreden zijn. Ja. Maar soms is het gewoon echt nodig. Het enige, als ik voor mezelf kijk en een oordeel dan moet de ander maar uitspreken, is omdat ik soms misschien iets minder scherp zou kunnen zijn in mijn bewoordingen. Maar goed, dat is de aard van het beestje. Ik sluit niet uit dat sommige ambtenaren, raadsleden, commissieleden of collegeleden mij af en toe wel eens ooit liever wat minder vaak zouden horen. Rijmakers wordt gevolgd door SP-raadslid Murat Memmies. Als het om interrupties gaat, is hij de overduidelijke oppositieleider. Hoe anders is dat voor zijn SP-collega Herman Poels. Betrokken bewoner van de Bennekom, maar onzichtbaar in de gemeenteraad. In een jaar tijd deed hij slechts 2 keer zijn mond open in de debatten. U heeft helemaal geen klachten. Ook niet over vuil in de straten. Poels werd gevraagd om raadslid te worden toen een partijgenoot ziek werd. Daarmee kwam hij ook meer in de spotlight te staan. En dat vindt hij lastig. Ik heb nog steeds niet echt het gevoel dat ik daar al goed mee om kan gaan. Want ik doe eigenlijk veel liever werk. Op de achtergrond zit een accountscommissie, waar ik ook een van de oprichters ben. En dat zijn meer plekken voor mij om me te laten gelden. Liever op de achtergrond? Ja, liever op de achtergrond dan op de voorgrond. Ja, u zat wat meer in de luwte. Nu moet u wat meer op de voorgrond treden. Is dat dan een beetje tegen wil en dank? Nee, het is ook een leerschool. Het is ook wel van, ja, dat moet ik ook kunnen. Natuurlijk moet ik dat kunnen. En het is eigenlijk tegen mijn natuur in, maar ik ben er ook op deze wereld om dingen te overwinnen. Niet alleen Poels was onzichtbaar het afgelopen jaar. Dat geldt ook voor Wilma Richter van 50+. Niet 1 keer mengde ze zich in het debat. De debatten in de raad gaan voornamelijk over zorg. We hebben daar een tamelijk strakke verdeling in gemaakt. De mengen in debatten, dat is ook een kunst die je moet verwerven. Als nieuw raadslid voor een nieuwe partij in Eindhoven vond ze het lastig om haar draai te vinden. Dat gaat nu iets beter, zegt ze. Maar er is nog werk aan de winkel. We zijn steeds te laat om te realiseren waar gaat het politieke spel heen. En dat is nog iets wat we nog beter in de vingers moeten krijgen. Je ziet ons niet deelnemen in de debatten. We zijn niet sturend, we zijn op dit moment volgend. Vindt u dat vervelend? Vervelend? Nou ja, het is wel iets waarvan ik denk van daar moet een verandering in komen. Dat is wel zeker een uitdaging. De 4 coalitiepartijen mengden zich veel meer in de debatten dan de 8 oppositiepartijen. De raadsleden van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA waren 536 keer aan het woord. Dat is 1,5 keer zoveel dan raadsleden uit de oppositie. Daar is niks op tegen.